staat mijn tent. Misschien wil je even binnen komen kijken. Mag ik eens buiten laten? Dus op je hoofd, want hij is heel laag. De tent heb ik helemaal zelf gemaakt. En ik ben begonnen om een larixboom uit Drenthe te kopen. En die is in plakken gezaagd en die heb ik naar Utrecht toe gevoerd. En dan zie je eigenlijk al het houtwerk in de tent is daarmee gemaakt. Dus latjes voor de muurtjes. Heel veel latjes met heel veel gaatjes erin, heel veel knoopjes leggen. En dat kan je als een... Ja, ze hebben zo'n soort kinderhekje, kan je dat in elkaar klappen en weer meenemen. 81 palen zitten erin. Allemaal rondgeschaafd met de hand. En dat stukje heb ik al met de machine gezaagd. En dan heb je nog het wiel. Dat is een groot werk om te maken. Met de raampjes erin. En de deur, dat zit allemaal met pen- en gatverbindingen. Er zit eigenlijk bijna geen... geen schroeven en geen ijzer in de tent. Dan is het hout klaar. Dan begin je aan de doeken. Dan ga je kijken naar het materiaal. Er ligt dus eerst een katoentje, gewoon goedkoop katoen lapje. Dat heb ik op een gewone naaimachine gedaan. Daar overheen ligt 3 lagen dekens. Dat heb ik allemaal geknipt en aan elkaar genaaid en weer in de vorm gemaakt. Met lussen eraan en touwen eraan. En de muren hetzelfde verhaal. Daarop zit weer een laag canvas. Dat is eigenlijk je vochtwerende laag. En daarbovenop weer een doek om het geheel naar beneden te trekken. En een soort bescherming tegen vogelpoep en tegen zon. Nou, dat is heel belangrijk als je... Of ja, heel spannend de eerste keer opzetten. Of alles past, maar dat is heel goed. Ja, heel bijzonder. Nou, later heb ik nog mijn schildpadden erbij gemaakt. Dat is wel echt traditioneel iets van een Mongoolse tent. De schildpad staat voor de aarde. Dat is ook een heel zwaar beest. En die cirkel, de kroon, die staat voor de hemel. En je hebt dan eigenlijk zo in de tent de verbinding tussen hemel en aarde. En ik vond het zo'n mooi gebaar. Ik denk, die moet ik er ook bij maken. Dus heb ik later gedaan. Ja, midden boven de tent hangt een touw. En als het heel erg hard stormt, dan heb ik dat touw hier hangen. En dan deze grote steen, die heb ik eraan. Want als het heel hard gaat waaien, dan heeft de tent de neiging om omhoog te komen. Dat is eigenlijk alles wat je dan door de wind gaat omhoog. En deze steen die haalt de boel een beetje naar beneden. En verder is het ook een beetje een symbolisch iets. Wij zeggen altijd als gerbewoners onder elkaar, als je die steen erin hangt, dan verzoek je ook een beetje om storm. Dus laat hem niet de hele tijd hangen, want dan wek je het eigenlijk op dat de storm gaat komen. Ja. Gerbewoner, ben je de hele tijd bezig met je hout en je kacheltje. De kachel is belangrijk om de boel ook droog te houden. Want je leeft in een tent en als je niet stookt, dan wordt het vochtig. Net zoals je ook met kamperen een natte tent kan hebben. En ik kook er ook op. Dus we moeten goed voor het kacheltje zorgen. Het vuurtje is vaak brandend. Mm-hmm.